Ja, de printer heeft gisteren de hele middag en tot laat in de avond staan printen. Het resultaat in eerste instantie was heel fraai. Dat was het, de prachtige kat die geprint is, die grote. Ik weet niet of de staart gelukt is, want die was wat kort, maar ik ben tevreden. Het is een mooie kat. Vervolgens dacht ik een sieradenkistje te printen. Maar dat bleek, ik dacht dat het misschien na elkaar geprint zou worden. Maar dit blijkt wel een deksel te zijn. Dus echt veel heeft dat niet opgeleverd dus. Hij heeft er wel een tijd over gedaan. Vervolgens wilde ik een zeebakje printen, maar dat is... Het deksel past er niet op, dat is volgens mij verkeerd omgeprint. Dus daar is iets in het ontwerp niet goed. Dat kan ik misschien nog wel aanpassen. Maar het is bovendien erg klein voor een zeepbakje. Dat is genoeg voor een hotelzeepje. Maar kijk, hier zit dus een uitsparing. Alleen als je het deksel erop zou willen doen, dat bovendien niet klein past. Dus ik denk dat het misschien nog niet zo de bedoeling is. Maar wat er wel de bedoeling is, ik heb geen idee. Het ziet er totaal anders uit dan op de foto, dus dat klopt ook niet. Vervolgens dacht ik een mooie kubus te printen die uit balken bestond. Zo zag het er op de foto uit. Maar die is dus helemaal dicht geprint. Maar ik realiseer me nu dat het wel eens zo zou kunnen zijn. En dat is zo te voelen inderdaad het geval. Dat die wel gelukt is, want je kunt die steuntjes eruit uitbreken. En dan is hij zo eens op de foto, voor de hip. Nou, eens even kijken of die zijwaarts ook. Ja, daar gaat. Nou, die is dus mooi. Misschien heb ik er wel twee handen voor nodig. Maar de zijkanten gaan wat makkelijker. Zo. Ja, dat werkt. Kijk eens. En ik had zelf nog uitgelegd dat je zo'n overbrugging niet kon printen. Zonder daar steuntjes voor printen, maar dat is inderdaad het geval. Even eruit breken. Kijken dat ik niet het ding op mol. Dat moet ik zonde zijn. Maar... Even, ik heb misschien voor die laatste toch beide handen nodig. De camera blijft staan. Nee, dat werkt dus niet. Ja. Ik breek hem er even uit. Ah, dat laatste stukje dat zit goed vast. Echt het laatste. Maar goed, ik praat even door en dan kan ik zo het resultaat hopelijk laten zien. Tenminste, hopelijk is het niet mislukt. Ah, dit is dus wel geslaagd. Ik vind dit wel weer mooi. Ik denk dat de bodem er dan ook nog afgeknipt moet worden, maar... Dat gaat niet met breken. Nou, dit zit goed vast. Ja, hij is los. Hij is los. Het randje is wel een beetje gekarteld, maar ach. Dat is aan één kant. Zo, kijk eens. Dit is mooi. Dit is zoals die op de foto stond. Inderdaad. Een fraaie gestileerde kubus. Ik ben nog een plan om wit filament te kopen. Ik had zwart gekocht omdat dat hopelijk wat beter bestand is tegen ultraviolet. Het is tenslotte bedoeld om antenneonderdelen mee te maken. Dit materiaal is niet perfect bestand tegen. Maar zwart is ongetwijfeld beter dan wit. En dat is de reden dat ik dus zwart gekocht heb. Maar voor dit soort kunstzinnige objectjes is wit natuurlijk veel mooier dan allerlei andere kleuren. Maar ik ga... Was ik hem bijna kwijt. Ik ga niet heel veel kleuren kopen. Ik heb ding toch gekocht voor de functionaliteit en niet voor de creativiteit. Maar ik wil wel even wit hebben. Ik heb een stukje wit, maar ik denk dat dat niet genoeg is bijvoorbeeld voor die grote kat. Dus ik moet eens even kijken wat ik daarmee ga beginnen. Maar als ik wat koop, dan heb ik morgen al wit filament. Dus ik kan morgen al wit printen. Of hooguit overmorgen en... Gaan we eens even kijken hoe dat er dan uitziet. Hè? Misschien dat ik dan wat objectjes doe die ik zowel in de echt mooie dingen die doe ik zowel in het wit als in het zwart. Vind ik wel leuk. Heb ik twee naast elkaar. En ik ga dingen die mislukt zijn echt weggooien, want ik heb al zoveel troep. misschien geef ik er wel een paar weg, want ja, anders wordt het erg. Dat kan natuurlijk niet. Nou,
Dit was wel weer aardig. Hè? Ik vind deze eigenlijk wel weer... heb ik twee gelukt. Nou, met de middag en tot diep in de nacht printen heb ik toch twee objecten die ik en ik denk van, nou, die kan ik wel ergens neerzetten. En stof te vangen. Nou, fraai. Het is wel interessant om te zien hoe die uitgebroken stukjes van de kubus eruit zien. Kijk, die zijn van binnen hol. Van buiten vrij broos opgezet. Aan de ene kant wel redelijk massief, maar aan de andere kant is het een beetje in elkaar geflanst. Deze is dat nog duidelijker. Kijk, hier zie je wel zijribben. Deze is zo broos dat hij zelfs in twee stukken gebroken is bij het uitbreken. Kijk, nog een stukje. Maar dat wordt dus gebruikt als steun voor die overspanning bij de kubus die geprint is, van de stukjes. De bedoeling is dus duidelijk dat je die er later uitbreekt, al was dat voor mij niet direct duidelijk. En ja, de printer is alweer bezig.